Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 95 alweer hier in Brazilië. Ronde nummer 15 van het kampioenschap, nog één ronde te gaan en dan zit deze race, ja, het seizoen er eigenlijk al op. Dan zit My Team Career Mode er ook al op. En dan gaan we ons voorbereiden op F1 23 die ook eraan zit te komen. Maar heb je die vorige video gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dit gaat zien? Dan recht boven het i'tje, klik erop en zet die aflevering verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen, abonneer. Vooral voor meer wekelijkse My Team Career Mode content elke zaterdag en zondag om 1 uur in video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van mij mist. We hebben nog wat componenten over en gaan die gebruiken voor de laatste twee races van dit seizoen. Hopen dat we goed kunnen kwalificeren voor de sprint die er ook in zit. Benieuwd wat Jensen Button kan gaan doen. Heel veel vragen die dit weekend kunnen worden beantwoord. Hopelijk pakt hij die tweede positie in het coureursklassement. En zo niet, ja, dan heeft hij pech gehad. Maar op naar de kwalificatie voor aflevering nummer 95. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1 en kijken of we ook door kunnen komen naar Q2. Het zou mooi zijn als dat gaat gebeuren. Daar ietsjes te wijd bij de ene laatste bocht. Geen probleem. Hier kunnen we gewoon vol gas gaan trappen op het gaspedaal. Eigenlijk is het de rechte joystick. Maar goed, snap volgens mij wat ik bedoel. Goed verhaal. Kijken of wij deze tijd goed genoeg is om door te kunnen komen naar Q2. Ik ben ook heel benieuwd wat Jensen Button kan gaan doen. Hij is ook in gevecht om P2 in het coureursklassement. Dus hij heeft vandaag een topresultaat nodig, anders ben ik bang dat hij niet vice-kampioen gaat worden. Wij laten even paars in sector 2 noteren. Tsunoda met een 1-9-3-3-4. En wij bij start-finish komen tot een 1-7-7-6-5. Prima ronde in Q1. Zijn we aanbeland bij Q2. De bewolking is wat verdwenen, de zon komt er tussendoor. En kijken of we ook kunnen doorkomen naar Q3. Hetzelfde geldt dus ook voor Jensen Button. Dat moet hij wel kunnen, denk ik. Eerste bocht missen wij de apex. Maar nog steeds een prima exit bij de DRS gedeelte. Komen aan bij sector 3, daar weer de apex gemist. Wel paars in sector 2 gezet. Jazeker, Button met een 1-8-9 op P3. En Sainz met een 1-8-2. Ik keek even niet goed. En wij laten een 1-7-4-9 noteren. Snelstijd in Q2. Jazeker, goed gedaan. Zijn we aanbeland bij Q3. Laatste beslissende deel van de kwalificatie is dus van start gegaan. De bewolking is helemaal verdwenen en een strak blauwe lucht hangt er op het José Carlos Page. Misschien van Interlagos dus, waar we nu zijn. En ik verwacht hier ook gewoon de pole position. Button is ook door. Weet wel dat er een sprint vooraan de hoofdrace zit, dus dat bepaalt ook de startopstelling van de hoofdrace. Dus stel Button heeft een mindere sprint, ja, dan ben ik bang dat hij helaas vanaf, weet ik veel, P20 moet gaan beginnen bij de hoofdrace. Ook oplettend is dat de eerste 8 posities punten krijgen bij de sprint. Goed, komen bij start-finish en dat is een 1-7-1-6-7. Snelste tijd in Q3, goed gedaan. En dan gaan we kijken of deze tweede run een verbetering waard is, omdat iedereen naar buiten is gegaan. Jensen Button op P2. Voorlopig pakt hij de tweede positie. Een eerste startrij voor ons als team. Achterbanden nog even goed opwarmen. En dan gaan we gewoon beginnen voor onze laatste run in Q3. Iedereen is nu bezig met een ronde. En wij gaan een ronde laten beginnen. Met er ongeveer 50 seconden op de klok. Apex wat gemist in bocht nummer 1, geen probleem. We moeten hier een prima exit hebben, zitten ongeveer 50.000ste. Nu is het inmiddels 10.000ste onder onze eigen tijd. Maar hier verliezen wij helaas de voorsprong.
dan is het alsnog pole position. Jazeker. Hebben het goed gedaan. Button komt tekort. En wij dus op pole position. Button op P2 op een tiende. Daarachter Leclerc op 2/10. En ja, dan vind ik het wel welletjes op naar de sprint. En kijken wat dat dan gaat opbrengen voor ons. En als team hopen dat Button mee kan komen. Daar gaan we dan. Well, the weather is not looking good today. We are expecting the downpours to continue into today's sprint. This will make for some tricky conditions for all the teams. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's sprint. The professor lines up on pole position, and Jenson Button completes the front row. As we continue through the rest of the grid today, we have Leclerc, Norris, Yuki Tsunoda, and Liam Lawson. Sainz, Ocon, Latifi, and Oscar Piastri. Gasly, Mick Schumacher, George Russell, and Fernando Alonso, Drugovic, Joe, Daniel Tictum, and Richard Vachon, Teo Pourchaire, Stroll, Magnussen, and Robert Schwartzman. And with preparations almost complete, let's head trackside for today's sprint. Okay, we've already won the championship, so just relax and go and enjoy this race. You deserve it. Nou hebben dus beide kampioenschappen al binnengehaald en moeten van deze race gewoon een leuke race zien te maken. Dat zegt letterlijk de ingenieur, dus ja, ik geef hem groot gelijk. Button op P2, wij dus op pole position in de regen. Er is droge weer wel voorspeld. Dus ik denk dat we ongeveer in ronde nummer 5 naar binnen duiken voor de zachte band. Maar eerst de formatieronde, kijken of wij goed wegkomen. En ja zeker, we komen tenminste prima weg. Nu is het doel om de banden en de remmen op temperatuur te krijgen. En dan gaan we gewoon beginnen voor zometeen, als we bij de positie zijn aanbeland, beginnen voor de sprint. Volgens mij is het 11 rondes lang sprint, dus dat wordt een leuke korte race. Regen is nog steeds op de baan. Tenminste, de baan is eigenlijk alleen maar nat. En wij moeten die baan zo snel mogelijk zien droog te rijden. En dan kunnen we zo snel mogelijk naar de slicks. Komen prima in onze gridpositie terecht. Groen, paars is het. Wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aangekomen. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 95 van F1 22. My Team Caremo, de sprint voor de grote prijs van Brazilië. Gaat beginnen. Jazeker, als de lampen aangaan voor 12 rondes lang racen hier op het José Carlos Page. En we zijn onderweg en komen prima van onze positie. Jazeker, Button heeft het al lastig en verliest een plekje aan Sergio Perez. Nee, aan Charles Leclerc. Nog eens op P4, Tsunoda 5. Perez rijdt trouwens niet meer in de sport volgens mij. Dus ik weet niet waarom ik zijn naam zei. Maar Button heeft die positie weer hersteld, is weer terug naar P2 gegaan. En wij laten even paars in sector 1 noteren. Jazeker, een prima openingsronde van ons als team en mijzelf. Button orde hersteld na die dramatische start. Rijdt weer op P2 rond. Ronde nummer 3 is het. Als iedereen nog in competitie is. Button kan hier aanvallen. Jazeker, en gaat een poging doen voor de leiding, maar kan er niet langs. En bijna een touché met Charles Leclerc. We hebben daar een momentje overstuur en moeten corrigeren. En dat ziet Charles Leclerc, en die kijkt hier naar de buitenkant. Is hij nog niet voorbij, raken elkaar daar wel. Leclerc kan ook niet terugkruisen. Geel in sector 2, want in diezelfde sector gebeurt er iets met volgens mij Mick Schumacher, die daar stilstaat en een safety car is uitgeroepen. De safety car is uitgeroepen op de baan vanwege meerdere stilstaande voertuigen. Ik denk dat Mick Schumacher hem heeft verloren.
En dat iedereen daar in één keer moest remmen. En daardoor hebben wij een safety car helaas gekregen. Mick Schumacher spint dus alweer. En Charles Leclerc rijdt gewoon door met die kapotte voorvleugel. Nu is het wachten totdat we Bernd Mailänder zijn genaderd. En dan kunnen we verder met de race. Want Bernd Mailänder moet een ronde of 2-3 langzaam rijden. En dan kunnen wij weer los. Schumacher rijdt gewoon weer. En daar is de safety car. En wij moeten nu het tempo gaan bepalen met de safety car samen. We mogen de safety car niet inhalen. Dat is verboden. Aan boord bij Mick Schumacher hier wat er is gebeurd in ronde nummer 3. Rijdt achter Nicolas Latifi. Ja, en is hem gewoon kwijt door een gaspedaalmomentje. Oftewel, hij geeft gewoon gas terwijl het niet nodig is en moet zijn. Daardoor ontstaat er een opstopping en dat betekent de safety car. Gelukkig is er niemand uitgevallen in de race. De sprint eigenlijk. En ja, dat betekent dat iedereen nog in competitie is en rijdt. Dat is goed om te zien. Het is inmiddels in ronde nummer 4. Als ik naar binnen duik voor de zachte band, de regen is al aan het verdwijnen. En wat voordeel van de safety car is, die gaat nog een ronde langer door. En dat betekent dat wij gewoon weer kunnen aansluiten bij de rest van het veld. Ook al vallen wij helemaal heel ver terug. Duiken gewoon naar binnen tijdens de safety car om de intermediate te dumpen. Iemand heeft een 5 seconden tijdstraf gekregen. Ik weet niet wie. Hetzelfde geldt voor Liam Lawson en Esteban Ocon. Een dubbele pitstop voor de McLaren coureurs. Die daar spijt van gaan krijgen, denk ik. Lawson naar de zachte band. Wij dus ook naar de zachte band. Schumacher gaat gewoon een ronde langer door. Schwartzman naar binnen gedoken. En wij komen terug op P16 in de race. Geen probleem, want we kunnen zometeen naar de safety car toe rijden. En dan zijn we dan inmiddels, als we dat dan hebben gedaan, dan zijn we Mick Schumacher al benaderd. En dan kunnen we hem ook al gelijk gaan passeren als de safety car naar binnen is gedoken. En ik denk ook dat we gewoon weer aan de leiding rijden als iedereen zijn pitstop heeft gemaakt. Want ja, de baan, kijk maar, is gewoon nu kurk droog. De intermediates gaan het hier zometeen lastig krijgen en daar hebben wij al Mick Schumacher. En dit is gewoon perfect gedaan om tijdens die safety car gewoon naar binnen te duiken voor de zachte band. Nu is het wachten totdat Bernd Mailänder naar binnen duikt. Ik denk ook dat dat deze ronde gaat gebeuren, want iedereen rijdt weer. Niemand staat stil, niemand spint. Geen brokstukken, geen kapotte auto's. Iedereen gewoon nog in de sprint. En dat is goed om te zien. Moeten de banden zien op te warmen. De regen is gewoon verdwenen. Nog een aantal druppels op de lens. Maar de baan is gewoon kurk en kurk droog. En de safety car duikt naar binnen in ronde nummer 5. Bernd Mailänder vindt het wel welletjes geworden. En moeten nu wachten totdat, denk ik, bijna iedereen naar binnen duikt. Voor die zachte band. Charles Leclerc leidt de sprint. Wij zitten dicht achter Mick Schumacher. En hier is het even kielen, omdat iedereen naar binnen duikt. En wij gaan een aantal man voorbij. En dat betekent dat Gasly aan de leiding rijdt. Alonso op P2, op die intus. Wij dus naar P3 en kunnen Alonso hier al gelijk gaan passeren. Jazeker, de banden op temperatuur, de betere banden zelfs. En dat betekent dat wij eenvoudig Fernando Alonso hebben gepasseerd voor P2. Liam Lawson volgt daar achter op ruim 17e. Wij laten even paars in sector 2 noteren. En wij kunnen al gelijk naar Pierre Gasly toe rijden. Kijk maar, die heeft het gewoon lastig op die intermediates en moet gewoon naar binnen. Hetzelfde geldt voor Fernando Alonso. En kunnen Gasly hier gewoon zo meteen gaan aanvallen. Jazeker, aan de buitenkant. Meer snelheid meenemen en dat is gelukt. Dat is P1. Rijden weer aan de leiding in de sprint. Goed gedaan. Gasly en Alonso duiken dus zometeen naar binnen. Dat betekent dat Liam Lawson op P2 eindigt. En Nicolas Latifi gewoon op P3 start. De Canadees heeft wel een rampseizoen bij Ferrari. Maar goed, dit maakt hij gewoon goed voor het team. P3 op de startopstelling voor de Canadees. Ik vind het knap. Jammer van Jenson Button. Die daar volgens mij heeft misgegokt. En start denk ik als 16e. Wij winnen hier de sprint met een snelste raceronde. Met 8 punten erbij. Jazeker, vergroten de voorsprong
Button moet nog alles gaan geven in de hoofdrace voor een comeback. Goed gedaan. Prima sprint van ons. Button op pole position. Theo Poortje krijgt drive of the T. Doet hij goed. Dan even de XP die we hebben behaald voor de podiumpass, zoals altijd. We hebben een nieuwe helm ontgrendeld. Leuk, leuk, leuk. Nou, hier ben dan dus de uitslag van de sprint. Wij starten dus op pole position voor de hoofdrace. Liam Lawson op P2, Latifi op P3. Button komt op P9, Leclerc op P10. Die twee krijgen het nog leuk in de hoofdrace. Het is tijd voor de hoofdrace natuurlijk, voor aflevering nummer 95. Daar gaan we dan. Formula One returns to Interlagos once again with the stage set for what promises to be another classic Sao Paulo Grand Prix. Sebastian Vettel famously clinched his third championship here in 2012, and in 2016, Max Verstappen treated us all to one of the finest wet weather drives of all time. We're racing then at Interlagos, a historic 2.7-mile circuit and one of the few anti-clockwise tracks on the calendar. 15 corners in total, 9 to the left and 6 to the right, with a technical middle section opening up to a flat-out Sector 3 that give us our best passing opportunity down into Turn 1. It's time to take a look at our starting grid for today's race. The professor lines up on pole position, and Liam Lawson completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have Tictum, Ocon, Robert Schwartzman, and Norris, Leclerc, Gasly, Russell, and Fernando Alonso. Latifi, they've taken a grid penalty. Drugovich, Carlos Sainz, and Tsunoda. Richard Vasseur, Button, Kevin Magnussen, and Mick Schumacher. Stroll, Joe, Oscar Piastri. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. And Theo Pourchaire. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box. Ant, it's fantastic to have you here with us today, but I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, I imagine they'll be starting to feel the adrenaline as they anticipate the rundown into Turn 1, a bit like preparing to go into battle. The unknown situation will bring nerves, but that's a good thing. It will keep them focused on the moment and on their surroundings as we build towards the start of the Grand Prix. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Nou, stel me niet teleur, zegt de ingenieur. Begrijpelijk, want ja, we winnen constant. Dus als we een keertje niet winnen, dan is dat teleurgesteld. Dus vandaar, denk ik. Goed, kijken of wij ook de hoofdrace kunnen gaan winnen. Ben ook benieuwd wat Jensen Button kan gaan doen in deze wedstrijd. Medium hard is de strategie. Geen regen voorspeld. Gaan gewoon beginnen voor de formatieronde met Liam Lawson op P2. Dan tikt hem op P3. Ocon 4, Schwartzman 5, dus op P1. We moeten gewoon, ja, zo goed mogelijk zien weg te komen bij de start. We moeten ook goed in de gridpositie komen. Net als in de sprint. Bewolking is er wel, maar geen regen, gelukkig. En dan komen we aan bij de gridpositie. En blijkbaar is 0,8 meter er vanaf al gelijk te ver. Heel gek. Maar goed, we moeten het er maar mee doen. Daar gaan we gewoon beginnen voor de hoofdrace voor aflevering nummer 95. Na de sprint die wij wonnen van Jensen Button op P2. De vraag is, waar kan hij vandaag eindigen? En komen wij goed of slecht weg tijdens de start? We gaan gewoon beginnen voor de hoofdrace voor aflevering nummer 95 hier in Brazilië. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En Liam Lawson is al beter weg. Wij knijpen hem al gelijk af. Hij kan er niet voorbij. En gaat hij naar de buitenkant kijken. Lukt ook niet. We schieten een klein beetje te ver door. Blokkeren hier Liam Lawson. Maar hij heeft hier zometeen een betere exit. Wij gaan nog verdedigen. Lawson naar de binnenkant.
Daar is weinig ruimte. Wij gaan hier een beetje wijd. Maar Lawson kan er niet van profiteren. Kan er niet van profiteren? Jazeker, dat zeg ik goed. Goed om te zien. Nu is het hopelijk wegrijden van de Nieuw-Zeelander. En dan is deze wedstrijd ook gewoon voor ons, denk ik. Ik weet niet waar Jenson Button is en rijdt op dit moment. Dit in ronde nummer 4 van de race, als wij dat als raceronde hebben genoteerd. Met een 1-9-6-2-7. Goed gedaan. Liam Lawson volgt op P2. Daarachter rijdt Dan Ticken op P3. Robert Schwarzman op P4 voor Alfa Romeo. Esteban Ocon P5. Jenson Button. De vraag, ik weet niet waar hij is. Op welke positie hij rijdt. Is nog steeds in gevecht met Charles Leclerc. Omdat beiden coureurs geen punten hebben gepakt tijdens de sprint. Is er geen verschil van stijging of daling. Gat naar Liam Lawson is inmiddels 2.6. Hopelijk dat deze race alleen maar groter en groter wordt. Herhaling van de start van Liam Lawson aan boord bij de coureur op de tweede positie. Kwam in eerste instantie beter weg, maar wij knijpen hem hier al af en kan er niet voorbij. Wij verdedigen die binnenkant. Liam Lawson kijkt naar de buitenkant, lukt ook niet. Daar een corrigeermomentje en dat zorgt ervoor dat hij wat exitsnelheid verliest. Ook blokkeren wij hem. En hier al helemaal de binnenkant. Lawson kan er wel voorbij, maar durft hem niet te laten staan. Snap ik ook wel, want anders heb je een botsing. En Lawson daar weer met een flink moment. Komt door de vieze lucht en hij kan er hier niet voorbij. Zitten we in ronde nummer 6 van de race als we helemaal zijn weggereden bij Liam Lawson. Gat is 2.6. En Dan tikt hem al gelijk 7 seconden. En Charles Leclerc is uitgevallen in de wedstrijd. De safety car op de baan geroepen. Omdat daar een ongeluk is gebeurd met Charles Leclerc. En ik denk een Alfa Tauri van Carlos Sainz. De voormalige teamgenoten zijn elkaar tegengekomen. 0 punten voor Charles Leclerc, dus die is sowieso uitgevallen. Geen punten daarvoor en Button is daar ook mee in gevecht voor P2 in het coureursklassement. Hetzelfde geldt ook voor Liam Lawson, die kan ook nog profiteren daarvan. Gasly op P5 doet het goed voor Alfa Tauri. En de safety car staat weer daar te wachten op het rechtstuk. Ik wou eigenlijk zeggen uitkomen bocht 2, is het niet. Het is echt op dat rechtstuk richting bocht nummer 3, net als in de sprint. En kijken of wij ook zo meteen weer een goede herstart kunnen gaan krijgen. En deze sprint moesten wij naar binnen voor de zachte band omdat de regen ophield. Nu is dat dus niet. Herhaling van Charles Leclerc. Wat er is gebeurd? Ik denk dat hij is gespind. Jazeker. Gespind op de exit. En dat is Carlos Sainz die er vol tegenaan knalt. En dat betekent een loshangend wiel bij Leclerc. 0 punten voor de Monegasque aan boord bij Carlos Sainz. Die ziet volgens mij Leclerc zo meteen spinnen. Russell kan hem denk ik wel ontwijken. Dat is goed om te zien. Russell kan dat doen wel. Jazeker, en Sainz niet. En daardoor schakelt Sainz Charles Leclerc uit. Pijnlijk, pijnlijk, pijnlijk voor hem. Maar goed, er is niks aan te doen denk ik. Allemaal in ronde nummer 6 van de race. Sainz moet dus naar binnen voor een nieuwe neus. Ronde nummer 9 is het als de safety car dan pas naar binnen duikt. Wij gaan weer het tempo bepalen in de wedstrijd. En dat betekent dat Lawson ons misschien kan gaan aanvallen tijdens de herstart. Hetzelfde geldt voor Dan Ticktum, Esteban Ocon en Pierre Gasly. Rijden dus op de mediumband nog steeds. Zijn dus niet naar binnen gedoken tijdens de safety car fase. Bernd Mailänder is naar binnen gedoken voor de herstart. Wij mogen nu het tempo gaan bepalen tot aan de finishvlag. Het zwart-wit geblokte gedeelte op de minimap. En nu gaan we op het gas. Jazeker, en we zijn wakker gebleven. Liam Lawson
kan met ons mee, maar kan niet aanvallen. Jazeker, nog 26 rondes te gaan in de race. Een prima herstart tot nu toe. Ronde nummer 16 is het. Nog 20 rondes te gaan. Als het daar weer geel is in sector 1. Sorry, het is daar geel in sector 1, niet weer geel. Het is daar... Jawel, wel geel in sector 1. Excuses. Het is daar wel geel in sector 1. Omdat daar Kevin Magnussen is uitgevallen. En ik denk een motorisch probleem. Was in gevecht volgens mij met teamgenoot, denk ik. Marcus Armstrong. Nee, Theo Poortje. Excuses. Theo Poortje en Magnussen. En daar is dan al gedaan bij de Deen. Geen motorprobleem, maar ik denk iets aan de auto zelf. Maar raakt daar gewoon Theo Poortje. Raakt Theo Poortje tijdens de uitvalbeurt. Magnussen rijdt tegen zijn eigen teamgenoot aan. Niet verwacht. En we zitten in ronde nummer 18 op de helft van de race. Als wij naar binnen duiken voor onze laatste pitstop van de dag. Ga naar de harde band. En kijken wie er mee gaat komen. Liam Lawson sowieso mee naar binnen. Dan Ticktum, Gasly, Norris. Allemaal naar de harde band volgens mij. We hebben drie een prima pitstop. En Jensen Button is ook naar binnen in ronde nummer 19 van de race. Dat betekent dat wij gewoon, denk ik, weer op P1 de baan opkomen. Yuki Tsunoda komt nu bij bocht nummer 2 aan. Maar wij hebben een kleine voorsprong op de Japanner. En dat betekent van de leiding... aan de leiding in de grote prijs. Het hout begint hier mooi te kraken door de warmte. Leuk. 10 keer achter elkaar gehoord. En dat hoor je denk ik nu ook terug in de opnames. Excuses daarvoor. Maar goed, dan zitten we inmiddels in de laatste ronde van de race. Waarom? Er is niet zoveel meer gebeurd. Dus vandaar. Mick Schumacher wordt knap 4e. Alonso 5e. Sainz 3e. Lawson 2e. En wij winnen hier alweer een wedstrijd in My Team Car Remote. Goed gedaan. Prima race. En het op naar de laatste race in Abu Dhabi. Oh, superb driving. That is the race win, my friend. Well done. That's a spectacular victory then. And with it, the championship is secure. It's been a magnificent season. And they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalize on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. Here comes your top three, making their way down to the podium for what can only be described as a fantastic day for Formula One. Nou, hier ben dan dus de uitleg van de hoofdrace. Wij winnen dus ook de hoofdrace met als natuurpunt de volledige score als individueel gepakt. Jazeker, goed gedaan. Liam Lawson van P2 naar P2. Sainz op het podium. Mick Schumacher knap P4. Alonso 5. Piastri 6. Latifi 7. Tenminste. Aantal punten dan. Ocon als 8e. Gasly 9. Tikt hem op P10. En jazeker, hier dan dus de volledige uitslag van de hoofdrace. Nou, wat een knap resultaat van Nicolas Latifi op het podium. Jazeker, doet hij goed. En ja, Button heeft een wonder nodig om nog tweede te worden. Dat is het gewoon. Button heeft gewoon een wonder nodig. Ja, en kijken of dat nog in de laatste race nog gaat goedkomen met hem. Ik ben er bang voor, maar goed, nooit opgeven. Rivaliteit breakdown met mezelf en Lando Norris. Plus 6 voor mij, plus 2 voor Norris. Dat betekent dat wij de rivaliteit bijna hebben gewonnen. Team acclaim is level
Wij zijn level 22, Button level 16, het team is level 28. Alle sponsoren binnengehaald, 1,87 miljoen dollar erbij geschreven, jazeker. Button heeft helaas 37.500 dollar laten liggen. Dat is jammer, dat is minder, maar goed, toch ongeveer 30 miljoen op de bank. Een prima race voor ons. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je het niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom jij dit leuk vond. Dit is nu mijn gamekanaal. Abonneer je voor meer wekelijks F1 22 My Team Gamer content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus schakel lekker het belletje aan, zodat je geen enkele race meer van me mist. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruik staat in de beschrijving. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan wij dan voor de allerlaatste race en aflevering van F1 22 My Team Carré Mode. Abu Dhabi, dat wordt de afsluiter. Dat wordt de laatste race van heel de series. Ben erbij. Tot dan.